Inspecteur Kensmeel, operatie Veilig Suriname, wat is dat? Operatie Veilig Suriname is een operatie die op touw is gezet door de centrale overheid. Datgene, ja, dus iets dat leek op een beetje verwatering van het politiewerk, omdat de focus afgelopen anderhalf jaar, bijkans 2 jaar, meer gericht was op COVID, om die focus enigszins te wijzigen en terug te gaan naar onze core business. En dat is zoals vervat in alle wetten van de Republiek Suriname. Het enige is dat er extra mankracht is aangetrokken om de slagkracht van de politie enigszins te vergroten. Er zijn niet genoeg manschappen? Er zijn nooit voldoende manschappen. Er zijn nooit voldoende manschappen om die veiligheid te waarborgen. Wat van belang is, is dat je nou net voldoende zal moeten hebben om toch enigszins die veiligheid te kunnen garanderen. En dat is de achterliggende gedachte voor wat betreft operatie Veilig Suriname. Oké, een van de actiepunten van de operatie is het feesten rond COVID-19. Ze zijn nog steeds verboden, maar er wordt op los gefeest. Ja. Zelfs in mijn eigen omgeving, waar er een politiepost in de buurt is, wordt er flink gefeest. En het feest gaat door tot na lockdown. Hoe doet de politie dat? Want er wordt gezegd dat de politie gaat naar de plekken, maar niet optreedt en weer wegrijdt. En zelfs tjoekoes kreeg. Ja, allerlei soort geluiden die worden de wereld ingeholpen. Ik zit niet hier om indien er inderdaad tjoekoes zijn betaald, om mensen die zich hebben schuldig gemaakt aan het betalen, maar meer nog de mensen die hebben ontvangen, om die te beschermen. Ik zal daar niet aan meewerken. Maar wat ik wel ga doen, is dat ik zal aangeven dat de politie wel degelijk heeft opgetreden. De politie heeft wel degelijk opgetreden. We hebben een heel druk weekend achter de rug, waarbij de politie her en der feesten heeft moeten stoppen. Zelfs dubbele boetes heeft moeten opleggen. Dubbele bestuurlijke boetes heeft moeten opleggen aan organisatoren die ervan uitgingen. De politie is al een keertje geweest, dus de maïtik denkt kans om dat wat ze, ja, de maïtik denkt kans om na vertrek van de politie gewoon door te gaan. Dan krijg je een tweede boete. Dus ten aanzien van indien bij u in de buurt en een feest is geweest en er niet is opgetreden, is het geen onwil van de politie. U merkt zelf, al bij het begin van mijn relaas, dat we de hulp hebben ingeroepen van andere organisaties, van het Nationaal Leger, de BBS. En dat is om dat wij te min hebben, om dat enigszins op te vangen. Want die reguliere dienstverlening, dat moet doorgaan. Ja, dus als ondersteuning zijn er vrije mannen van de politie en overige toegevoegd. En de politie die heeft het afgelopen weekend in principe, ja, we hebben nooit rust, maar er is een nog groter inbreuk geweest op dat beetje, of dat heel die kleine momenten waarop we even onze benen zouden kunnen strekken. We hebben dat niet gehad het afgelopen weekend. Oké, en dan is er ook de issue van verkeersveiligheid. We zien heel erge aanrijdingen gebeuren in de laatste periode.
De politie wil daar ook preventief optreden. Hoe gaat de politie dat doen? De politie gaat dat doen door verhoogd de surveillance op te voeren. En dat gebeurt de hele dag door. Waren het zo dat, zoals ik eerder aangaf, COVID een belangrijke rol is gaan spelen het afgelopen jaar. En de focus enigszins verlegd was. Andersdenkenden, deviant gedragenden, zich een vrije weg mede, een vrije pad mede te hebben, dat de operatie Veilig Suriname daar een zoveel als mogelijk een halt daaraan probeert toe te brengen. En de surveillance in de ochtend, de middag, maar ook de avonduren op punten waar onze inlichtingendiensten ons hebben aangegeven, besteed extra aandacht eraan, dat de politie zichtbaar aanwezig is in die omgevingen. Ja, de hardrijders, er zijn veel meer verkeerscontroles. Ja, deze week onder andere, er is al een programma in elkaar gezet waarbij de politie op verschillende punten gelijk op hetzelfde tijdstip verkeerscontroles zal uitvoeren over het hele land. Ja, in alle regio's dat de politie bezig zal zijn. Dus wij vragen van deze kant uit aan de weggebruikers, zeker de automobilisten, bromfietsbestuurders enzovoorts, dat ze zoveel als mogelijk hun bescheiden bij zich hebben. Wie zijn voertuig nog niet ter herkeuring heeft aangeboden, doe dat alsjeblieft. En laten we bij opvraag door een zo'n politieambtenaar dat we niet onnodig gaan voor confrontaties. Ja, er is zich enige tijd terug een situatie voorgedaan waarbij een burger, een politieman vroeg zich te legitimeren. Ja, ik heb al meerdere malen aangegeven, het zou een simpele opgeven van de naam kunnen zijn door betrokken politieambtenaar. Maar dan wil ik dan gelijk, als u me toestaat, wil ik dan gelijk een aanvulling hierop plegen. Dat de burger er niet van uit moet gaan dat als die politieambtenaar zijn naam, rang en naam niet opgeeft, dat als tegenreactie de stukken ook niet overhandigd worden. Ik belt u bij deze, de politie heeft de bevoegdheid om te vragen naar de stukken en dat die stukken onverwijld ter inzage moeten worden afgestaan. En als die burger een beetje lastig doet, heeft die politieman ook nog de mogelijkheid om betreffend persoon over te brengen naar bureau ter voorgeleiding aan een hulpofficier van justitie om de identiteit vast te stellen. Wie houdt wie op? Dus vandaar dat ik een stukje flexibiliteit vraag van beide partijen, zowel de politie als de burger. Maak het niet onnodig moeilijker. We willen allemaal veilig wonen, veilig leven en voldoe aan het verzoek. Voldoe aan de vraag van betrokken politieambtenaar. Dan is er ook nog de kwestie van de diefstallen. Er zijn ontzettend veel diefstallen, inspecteur. Wat doet de politie op dat stuk? Ook op dit stuk? Kijk, wat de politie ter oren komt, zal de politie onderzoeken. De bedoeling is niet dat wij de focus al te zeer verleggen naar alleen die verkeershandhaving of drugsgerelateerde zaken. Ook de inbraken, ze baren ons zorgen. Je kan je huis niet verlaten in de ochtenduren om te gaan werken. Ja, om je krachten te geven, zodat
het land vooruit kan komen. En dat onverlaten zich die vrijheid aanmeten om jouw woning zonder je toestemming te betreden. Ook wat dat stuk betreft is er een plan dat reeds in uitvoering is, waarbij de politie verhoogd afwisselend de verschillende buurten ingaat. En daar wordt niet zozeer gelet op de frequentie van inbraken. Het is dat de politie gewoon zichtbaar moet zijn over de wegen van Suriname. We vragen ook, indien er situaties zijn waar die burger enigszins een beetje onveilig gevoel heeft, deel die informatie. Bel naar 115, bel naar 105. Ja, want 105 is in het leven geroepen, speciaal voor de operatie Veilig Suriname. Bel er naartoe, geef de klacht door, vraag de assistentie. Ja, indien er mensen bij u in de buurt zijn die u normaal niet kent, u ziet vreemde handelingen. Ja, bel door naar de politie. Daarvoor is de afdeling Comment Center er. Om zoveel als mogelijk te managen. Om zoveel als mogelijk politieambtenaren te dirigeren naar de plekken waar die hulp hard nodig is. Bel er naartoe. Dat is wat ik de burgerij vraag. En dan nog, de operatie Veilig Suriname duurt tot en met maart. Zou het niet voor onbepaalde tijd moeten? Dus er is een ratio achter de gedachte van april, de maand april. Kijk, veiligheid behoort tot de core business van de politie. Het bieden van veiligheid. Het lastige van het geheel, ja lastig, nee, laat me een ander woord gebruiken. Het geheel moet je zien in het kader van het ter beschikking stellen van manschappen van andere eenheden aan de politie. Op dat stuk zouden er op hoger niveau afspraken gemaakt moeten worden. En na evaluatie van de operatie Veilig Suriname, dat er bepaald kan worden of we nou doorgaan of als we niet doorgaan. Maar dat die core business van de politie, daar komen we niet aan. Gaat normaal door. Het gaat meer om het ter beschikking hebben van de andere maatschappen van de andere diensten. Dank u wel, inspecteur. Met plezier gedaan.